Misschien niet heel verrassend, maar de chocolate makers maken chocola. In een fabriek in het westelijk havengebied worden van cacaobonen overheerlijke repen gemaakt. De biologische bonen worden met het zeilschip Tres Hombres van de Dominicaanse Republiek naar de haven gebracht, pal naast de fabriek. Het past helemaal bij de missie van de chocolate makers, om zo duurzaam mogelijk te werken. In een brander worden de bonen vervolgens geroosterd, zodat de aroma's en de smaak van de cacao helemaal vrijkomen. De bonen worden gebroken en de schillen worden van de nips gescheiden. De nips, die wat zwaarder zijn, vallen naar beneden en worden opgevangen in één grote bak. Deze worden in een universal machine gegoten, waar ze worden vermalen tot een cacaomassa. De massa wordt overgeplaatst naar een Q-shock machine. Hier wordt er cacaoboter, suiker en eventueel, voor witte en melkchocolade dan, melkpoeder aan toegevoegd, waardoor het mengsel kan concheren. Hierna kan het mengsel worden opgeslagen in een warmhouttank, zodat de chocolade niet hard wordt. Daarna wordt het mengsel van één grote tank in verschillende kleinere tanks gegoten. Dit wordt ook wel het tempereren genoemd. Een methode om de chocola gecontroleerd te laten afkoelen tot het een perfect glanzende afwerking heeft. Vervolgens kan het getempereerde chocola in mallen worden gegoten, zodat de chocola haar definitieve vorm krijgt, dat van een reep. Op de trilplaat worden de mallen vervolgens geschud, zodat eventuele luchtbellen worden verwijderd. De mallen gaan door een koeltunnel van 10 graden Celsius, waardoor de chocolade uithardt. Eenmaal afgekoeld worden de mallen omgedraaid, zodat de chocoladereep loskomt van de mal. De automatische inpakmachine verpakt de repen, zodat deze vers en beschermd blijven. Elke doos wordt gevuld met 10 repen. Zo is de chocola klaar om naar de chocoladeliefhebber te worden gebracht. Dit is hoe cacaobonen uit de Dominicaanse Republiek in Amsterdam worden omgetoverd tot heerlijke chocoladerepen. Wil jij ook zo'n reep van de chocolate makers? Ga dan naar de iAmsterdam Store.